3 hoekschoppen binnen 3 minuten. Na het bereiken van de bekerfinale in 1989 tegen kampioen PSV, mag FC Groningen in het seizoen 89-90 voor het eerst meedoen aan de Europa Cup 2. Doelpunt! Ikast uit Denemarken is in de eerste ronde de tegenstander en FC Groningen begint, hoe kan het ook anders, met een thuiswedstrijd. We gaan nog eens even kijken, daar is die hoekschop. Naast gewerkt, dan komt Meijer daar. En dan wordt hij ingewerkt, ik dacht, door nummer 7, Edwin Olderiekrik. Maar het kan ook deze man zijn geweest, Wim Koevermans. Ja, die was het. Wim Koevermans scoort. Hij brengt eindelijk Groningen, eindelijk zeg ik erbij, aan een voorsprong